Ja, de zon blijft maar schijnen hier in Sochi, letterlijk en figuurlijk. De gouden medaille van Stefan Groothuis op de 1000 meter kwam echt binnen. Zeker gezien de enorme tegenslag die hij in zijn leven kende. Zijn coach, Jack Ory uit Den Haag, haalde hem uit dat mentale dal. Ja, hij was een pechgevalletje, maar ja, daarnaast heeft hij een ongelooflijk doorzettingsvermogen. Hij geeft niet op. En dat maakt het als trainer ongelooflijk mooi om mee te werken. Zo'n gedreven jongen. Zo'n focus, zo professioneel, je altijd maar doorgaat. Ja, dat is natuurlijk geweldig werk als trainer. Dat maakt het voor een trainer natuurlijk ook gemakkelijker. Dit is de snelste man op de 1000 meter ter wereld. Maar gemakkelijk was de weg naar dit succes met Stefan Groothuis niet. De kersverse Olympisch schaatskampioen op de kilometer heeft veel steun aan zijn coach gehad, maar ook van zijn naasten. Mijn vrouw wel, die is natuurlijk altijd achter me blijven staan, ook in perioden dat het een stuk slechter met me ging. Maar daarnaast sportief gezien Jack ook. Ik werk al 6 jaar met hem en ik weet gewoon ontzettend goed wat ik aan hem heb. Hij gaat op de meest wetenschappelijke manier denk ik met de sport om, maar daarnaast is hij ook gewoon ook een echt gevoelsmens. Een gouden sporthuwelijk tussen Groothuis en Ory. Ory gaat op jacht naar meer hier in Sochi. En dan weer terug naar zijn Den Haag. Ja, ik ben natuurlijk geboren en getogen Loosduinar. En dat hoort allemaal bij Den Haag. En ik woon nu in Poeldijk. Woon ik ook prima. Maar ja, ik ben er wel geboren. En dat zit er toch in.